Goedemiddag, gemeente en gasten en al onze kijkers en luisteraars thuis. U en jullie zijn van harte welkom in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee Anker uit Oldgunsplaat. Na deze dienst zijn er twee collectes. De eerste is bestemd voor kerkbeheer en het onderhoudsfonds. En de tweede collecte is de GZB najaarszendingscollecte. We roepen u op om in liefde en dankbaarheid ruimhartig voor deze doelen te geven. We zingen nu met elkaar Psalm 115 vers 1, maar eerst wensen we elkaar een gezegende dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen de woorden uit Weerklank 284. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hierbij eengekomen. Laat dit hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. De woorden uit Weerklank 284 zingen wij.
in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook in deze middagdienst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Door in te stemmen met de 12 artikelen de apostolische geloofsbelijdenis. En u mag daarop zingen als antwoord de woorden uit Psalm 67 en daarvan het eerste vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. We zingen die woorden als antwoord op ons belijden. Psalm 67 en daarvan het eerste vers. En ieder spreekt dan in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, dat is het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Voordat we de Bijbel open doen om daar te lezen wat centraal staat in de verkondiging, willen we weer stil worden voor God. Laat ons samen bidden. Heere God, getrouwe Vader in de hemel, zo komen wij tot u aan het einde gekomen van deze middag, op deze eerste dag van de nieuwe week. Heere, zijn wij samengekomen als gemeenten of thuis met ons verbonden, rondom een geopende Bijbel, rondom dat woord van u, zijn wij hier, daar waar u spreken wilt tot ons, waar u laat zien en weer laat merken, ons duidelijk maakt dat u bemoeienis met ons wilt hebben. U breekt als het ware binnen in ons leven en wat hebben we dat nodig, telkens weer opnieuw. Dat er zo'n dag is als vandaag. Dat na een week van werken en bezig zijn en studeren, met al onze drukke agenda's, met onze haasten, met al die stemmen die er klinken in de samenleving, dat u ons een moment stilzet. En dat u ons samenroept. En dat u spreekt.
En zo komt u ook vanmiddag tot ons. Om ons aan te moedigen. Om tot ons zo te spreken dat we bemoedigd en vertroost worden. Zo spreken dat we de avond in kunnen gaan, weer deze dag uit en ook weer een nieuwe week kunnen binnentrekken. Maar daarin bent u het, Heere, die ons achter u aantrekt. En dat we zo op weg gaan. En dan danken wij dat u, Heere, zich bekend maakt, telkens maar weer opnieuw. En wat hebben we dat nodig? Dat we weer vol worden van u. En daar bidden we u dan ook om. Heere, wilt u ons dat ook geven? Dat wij zo, Heeren, ook biddend om uw geest, dat onze ogen en oren geopend worden. Want u weet ook hoe we hier zitten. Of hoe we thuis met ons verbonden zijn. Verlangend. En naar uit hebben gezien, naar een dag als vandaag weer. Een zondag, een moment van rust. Een moment om ook weer meer u te leren kennen. Een moment dat ons geloof weer opgebouwd mag worden. Maar tegelijkertijd kent u ons ook als we mijlenver bij u vandaan leven. En we hier zitten uit gewoonte. Misschien was er wel lichte drang ook van thuis vandaan. Moest er veel geroepen worden om hier toch weer op tijd te zijn. Of thuis op tijd weer klaar te zitten. Ook dan, Heere, bidden wij. Werk zo met uw geest en zet ons hart open. Zodat we uw woorden niet alleen verstaan, maar dat we het ook werkelijk verstaan met ons hart. En dat we eruit leven zullen. Tot onze redding en ons behoud. Maar ook dus om in het leven te staan voor nu. Heere, dat bidden wij u. Niet omdat wij dat verdiend hebben, het is niet uit ons. Maar dat we het opmerken zullen. Het is uw genade, uw trouw, uw zorg om ons. En zo bidden we dat voor elkaar. Als we hier zo ook zitten en thuis, geef alles wat nodig is om dus te luisteren, om te horen. Wees bij de kosten, bij degene voor beeld en geluid, de organist. Ook als ik hier op de kansel mag staan, uw woord mag delen. Heere, wat hebben we het nodig? Dat u erbij bent. En dat u werkt door uw geest heen, in ons hart en leven. Zo bidden wij het u om Jezus' wil alleen. Amen. We lezen woorden uit het Bijbelboek Richteren. Richteren 16. Nu was het zo dat ik vanaf vers 4 had opgegeven. Maar goed, dat doe je al eerder voordat de preek helemaal af is. En toen dacht ik dat het nog even goed was om nog wat versen erbij te lezen. Dat heb je wel eens. Maar ik kom daar straks nog wel op terug, maar het is dan wel toch even goed om nu alvast maar de woorden te lezen. Dus ik lees eigenlijk vanaf Richteren 15, het laatste vers, vers 20. En dan lezen we de geschiedenis wat daarna volgt. Dus ik begin te lezen met de woorden uit Richteren 15 vers 20 en dan gaan we over naar hoofdstuk 16, welke we lezen. We lezen daar: en hij, Simson, gaf leiding aan Israël in de dagen van de Filistijnen 20 jaar lang. En Simson ging naar Gaza en zag daar een vrouw die een hoer was en ging bij haar naar binnen. En de inwoners van Gaza werd gezegd: Simson is hier. En zij omsingelden hem en loerden heel de nacht op hem in de stadspoort. En ze hielden zich echter heel de nacht stil, want ze zeiden: tot aan het morgenlicht, dan zullen wij hem doden. Maar Simson bleef tot middernacht liggen en toen het te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadpoort met beide posten, trok ze los met grendel en al, en hij legde ze op zijn schouders, droeg ze omhoog naar de top van de berg die tegenover Hebron ligt. En daarna gebeurde het dat hij een vrouw in het Sorekdal lief kreeg en haar naam was Delila.
En de stadsvorsten van de Filistijnen kwamen naar haar toe en zeiden tegen haar: verleid hem en zie waarin zijn grote kracht ligt en waarmee wij hem aankunnen. Dan binden wij hem vast om hem te bedwingen. Wij zullen u dan elk 1100 zilverstukken geven. Toen zei Delila tegen Simson: vertel mij toch waarin je grote kracht ligt en waarmee je vastgebonden zou kunnen worden om je te bedwingen. En Simson zei tegen haar: als ze mij zouden vastbinden met 7 verse pezen die niet verdroogd zijn, dan zou ik zwak worden en als een ieder ander mens zijn. En daarop brachten de stadsvorsten, de Filistijnen, haar 7 verse pezen die niet verdroogd waren en ze bond hem daarmee vast. En men lag bij haar in de kamer in een hinderlaag. En toen zei ze tegen hem: de Filistijnen over je, Simson. Maar er brak de pezen zoals een vlasdraad gebroken wordt als hij vuur ruikt. Zo werd het geheim van zijn kracht niet bekend. En toen zei Delila tegen Simson: zie, je hebt mij bedrogen en leugens tegen mij gesproken. Vertel mij toch nu waarmee je vastgebonden zou kunnen worden. En hij zei tegen haar: als ze mij nou stevig vast zouden binden met nieuwe touwen waarin geen werk gedaan is, ja, dan zou ik zwak worden en als ieder ander mens. En toen nam Delila nieuwe touwen, bond hem daarmee vast en zei tegen hem: de Filistijnen over je, Simson. Terwijl men in een kamer in de hinderlaan lag. En hij brak de touwen echter van zijn armen als een draad. En Delila zei tegen Simson: tot nu toe heb je mij bedrogen en leugens tegen mij gesproken. Vertel mij nu toch waarmee je vastgebonden zou kunnen worden. En hij zei tegen haar: als je de 7 haarlokken van mijn hoofd zou verweven met een schering van een weefgetouw. En ze maakte ze vast met een pin en zei tegen hem: de Filistijnen over je, Simson. En toen ontwaakte hij uit zijn slaap en trok de pin los van het weefgetouw en de schering. En daarop zei ze tegen hem: hoe kun je nu zeggen, ik heb je lief, terwijl je hart niet met mij is? Je hebt mij nu 3 keer bedrogen en mij niet verteld waarin je grote kracht ligt. Het gebeurde toen zij alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong en hem lastig viel, dat zijn ziel het niet langer verdragen kon, tot stervens toe. En toen vertelde hij haar alles. En zei tegen haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben als een Nazireër aan God gewijd, van mijn moeders buik af. Als ik geschoren zou worden, dan zou mijn kracht van mij wijken en zou ik zwak worden en als alle mensen zijn. Toen Delila nu zag dat hij haar alles had verteld, stuurde zij een bode en liet ze de Filistijnse stadsvorsten roepen. En zei: kom ditmaal hierheen, want hij heeft me alles verteld. En de Filistijnse stadsvorsten kwamen naar haar toe en brachten het geld mee. Daarna liet zij hem op haar knieën slapen en riep een man en liet hem de 7 haarlokken van zijn hoofd scheren. En ze begon hem te vernederen en zijn kracht week van hem. En er zei: de Filistijnen over je, Simson. En hij ontwaakte uit zijn slaap en zei: ik zal net als de andere keren vrijkomen en hen van mij afschudden. En hij wist namelijk niet dat de Heere van hem geweken was. Toen grepen de Filistijnen hem en staken hem de ogen uit. En zij voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 bronzen kettingen. En hij maalde meel in de gevangenis. Maar het haar van zijn hoofd begon weer te groeien, zoals toen hij geschoren werd. En die Filistijnse stadsvorsten verzamelden zich om een groot offer te brengen aan hun god Dagon en om vrolijk te zijn. Ze zeiden: onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. En toen het volk hem zag, prezen zij hun god, want ze zeiden: onze god heeft onze vijand in onze hand gegeven. De man die ons land verwoest heeft, die onze gesneuvelde talrijk heeft gemaakt. Het gebeurde toen hun hart vrolijk was dat ze zeiden: roep Simson en laat hem ons vermaken. En ze riepen Simson uit de gevangenis en hij vermaakte hen en ze lieten hem tussen de pilaren staan. Toen zei Simson tegen de jongen die hem bij de hand hield: laat mij gaan, laat mij de pilaren betasten waarop het huis gevestigd is, zodat ik daartegen kan leunen. Nu was het huis vol van mannen en vrouwen en ook waren alle Filistijnse stadsvorsten daar. En op het dak waren ongeveer 3000 mannen en vrouwen die toekeken terwijl Simson hen vermaakte. Toen riep Simson tot de Heere en zei: Heere, Heere, denk toch aan mij en maak toch alleen nog deze keer sterk, o God, zodat ik met 1 slag op de Filistijnen kan wreken voor mijn 2 ogen. En Simson greep de middelste pilaren waarop het huis gevestigd was en waarop dat steunde, de ene met zijn rechter en de ander met zijn linkerhand. En vervolgens zei Simson: mogen mijn ziel sterven met de Filistijnen.
En hij boog zich met kracht en het huis viel op de stadvorst en al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven heeft gedood, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders en heel zijn familie en ze namen hen op en voerden hem mee. En begroeven hem tussen Zora en Estahol in het graf van zijn vader Manoach. En hij had 20 jaar als richter leiding gegeven aan Israël. Ja, een hele geschiedenis. Denk ook wel een bekende geschiedenis. We hebben allemaal wel een idee van dat dit gebeurde. Ik wil nadenken over die woorden. Wat uiteindelijk Simson doet in vers 28. Dat hij tot God gaat roepen. Na alles wat er is gebeurd. Toen riep Simson tot de Heere en zei: Heere, Heere, denk toch aan mij. En maak mij toch alleen nog deze keer sterk, o God. Ja, daar gaat heel wat veraf voordat Simson daar aan toe is. En daar willen we over nadenken in de verkondiging. Voordat we dat doen, willen we met elkaar zingen de woorden uit Psalm 89. En we zingen de woorden uit vers 15 en ook vers 17. Psalm 89, vers 15 en 17 als voorbereiding op de verkondiging.
Als antwoord op de verkondiging zingen we straks 433 uit Weerklank, Grote God, wij loven u. Die woorden als antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus. Toen riep Simson tot de Heere. Alleen voordat Simson dat gaat doen, dan gaat er wel een geschiedenis aan vooraf. Al zou u in het Bijbelboek Richteren lezen en u zou de grote richters voorbij gaan, dan lees je dat al die richters ze eindigen met een overwinning op een buurvolk of op een koning. Een buurvolk die hen wellicht onderdrukte, maar die wordt overwonnen. En we lezen dan en dan leeft het volk weer in rust. Als je de geschiedenis van Simson leest, dan zou het eigenlijk moeten eindigen bij hoofdstuk 15, vers 20. Want inderdaad, ook weer is Israël van God afgeweken. Ze dienden hem, maar ze dienden ook andere afgoden. En uiteindelijk is het Simson die hen weer terug op dat spoor van God zet. En is het begin gemaakt met de verlossing van Israël en daarmee eigenlijk ook zijn opdracht vervuld. Het volk in rust. Alleen daar eindigt het niet mee, die geschiedenis van Simson. Bij Simson is er iets van die onrust die wellicht ook weer in zijn hart en leven naar boven komt. Na alles wat er dan uiteindelijk is gebeurd en in zijn opdracht is dat dan redelijk tot een einde is gekomen. Want Simson, hij trekt er weer op uit. En hij trekt dat Filistijnse land in. En we lezen dat hij een prostituee bezoekt, betaalde liefde. Ja, verlangen naar vrouwen, dat houdt Simson in zijn greep. En als je heel de geschiedenis, heel dat leven van Simson leest, dan vraag je af, Simson, heb je nu niets geleerd van dat wat er, nou ja, in je jonge jaren is gebeurd en voorbij gegaan. Want Simson had inderdaad een zwak voor vrouwen. We komen het gelijk al tegen in hoofdstuk 14, dat Simson gaat naar een dorp dat Timna heet. En daar ontmoet hij, we zouden zeggen, de vrouw van zijn dromen. Dat dorp Timna, dat is gelegen in het noordwesten van het Filistijnse gebied, vlakbij de grens van Juda. Dus als je Israël hebt en daaronder ligt dan dat Filistijnse land en dan net over de grens, aan de onderkant, daar ligt dan dat plaatsje Timna. Met één stap over de grens begint daar, ja, we zouden zeggen, zijn val naar in begeerte. En daar is een vrouw die dan ook zijn hart overmeestert. En met alles wat daarop volgt, alle sores die daaruit voortvloeit. Want het eindigt ook daar alweer direct met die slag met die Filistijnen. En het eindigt ermee dat er 30 Filistijnen de dood vinden. En dan gebeurt er van alles en dan gaat nu Simson dus ook weer op weg. Maar hij gaat, zo staat er, naar Gaza. Maar dan moet je weten, dat is meer dan één stap over de grens. Gaza ligt helemaal van Israël gezien aan de onderkant van het Filistijnse land. En Simson, hij moet door dat hele vijandelijke gebied van de Filistijnen doorkruisen om uiteindelijk daar te komen. Je zou zeggen, wat Simson hier doet is eigenlijk letterlijk een soort provocatie. Tegen dat gebod van u zult niet. Want hij doorkruist dat gebied waar Simson eigenlijk staatsvijand nummer 1 is. Ja, gegeven, de zonder is erger als de zondaar die gewaarschuwd wordt en gered. En dat is Simson. Maar tegelijkertijd dus er ook mee doorgaat. Zouden nou die eerdere relaties met al die vrouwen nou voor Simson niet moeten zijn als iets van een rood stoplicht? Iets van, Simson, stop nou met dit leven.
Maar hij doet het niet. En hij denkt, ik weersta dat allemaal wel. En Simson is misschien ook wel overmoedig geworden. Met de gedachte van, ik red het zelf wel in mijn leven. En ik geef er zelf wel richting aan. Niet dus. Hij valt voor een liefde die zijn geheim wil weten. Want dat is wat Delila doet. Hè? Ze werpt al haar charmes in de strijd om daarachter te komen. Iemand schreef, de wereld is veel standvastiger in de zonden dan vele gelovigen in hun verzet daartegen. En zo ook Simson. Ja, zo ook Simson, maar de vraag naar ons, naar u en jou. Hoe reageer jij op stoptekens in je leven? Misschien wel juist als het over deze dingen gaat. Met vrouwen, met liefde, met betaalde liefde. Als je geen weerstand kunt bieden tegen bepaalde begeerten of verlangen, moet je er dan niet ver weg van blijven? Simson zocht het op, maar wat doe jij? En u? Als je nou weet dat rondstruinen op internet aanleiding geeft om te zoeken naar seksueel getinte beelden, dan moet je er weg van blijven. Juist als je in je eentje bent, 's avonds laat wellicht, en de rest vlievelee in slaap dreigt te vallen, dan moet je niet in je eentje op die donkere zolderkamer gaan rondzitten struinen. Maar dan moet je voor jezelf wellicht wel drempels opwerpen om je ervoor te hoeden. En tegelijkertijd moet je ook heel dicht bij God leven. Want juist de Geest wil jou daarin helpen. En eigenlijk is alleen Hij degene die jou werkelijk bescherming kan bieden. In ons hart zit zo diep dat verlangen. Die ons trekt naar al die begeerten. En dan noem ik nu alleen maar deze begeerten, maar u kent het zelf van uw eigen. Daar waar u aan jouw verlangen naar uitgaat, waar je naartoe getrokken wordt. Simson, hij dacht er boven te staan. En als ik deze geschiedenis lees, dan lijkt het wel of Simson, hij speelt met Delila en dat volk. En tegelijkertijd doet Delila het ook. Zij speelt ook dat spel van verleiden. En ook geld. Ook dat. Want alles wat hier nou gebeurt, als je dit nou zo leest, was het nou allemaal werkelijk liefde? Nou, ergens lees ik in deze geschiedenis dat ze eigenlijk tegen elkaar zeggen, ik ben bij jou omdat ik van je hou. Maar eigenlijk bedoelen ze, ik ben bij jou omdat ik er zoveel aan heb. Simson heeft Delila, denk enkel maar lief, zo lijkt het, om zijn seksuele behoeften te bevredigen. En misschien ook wel de kick van macht. Het heersen over die anderen. Want dat is wat hij doet. Simson laat Delila telkens dichterbij komen en hij gaat ook naar haar toe. En dan toont hij zijn krachten en dan belandt hij weer in de armen van Delila en de Filistijnen. Ja, die liggen inderdaad in een hinderlaag, maar die hebben telkens weer het nakijken. En daarmee toont Simson zijn macht en dat spel wat hij denkt te spelen. En waar hij van denkt, dat win ik telkens wel. Maar toch uiteindelijk blijkt dat Delila wint. Maar niet om haar geliefde te winnen voor haar. Ik zei net, er is liefde, er is macht.
Maar er is ook geld. Want let op die stadsvorsten. Die spelen wel degelijk een rol, ook in deze geschiedenis. Ook in het leven van Delila, want ze bieden haar waanzinnig veel aanzien. Maar ook gewoon verschrikkelijk veel geld. 1100 zilverstukken, dat staat voor 100 keer het jaarloon van een stadsvorst. En er waren 5 stadsvorsten. Ik zat gewoon voor mezelf ergens te berekenen. Stel dat je nu netto in de maand 1800 euro verdient. Nou ja, een jaarloon van 20.000 euro ongeveer. En je doet dat het aantal keer wat hierboven staat, dan krijgt ze 11 miljoen. Nou, ik zou bij mezelf denken, laat het de helft zijn. Nou, dat is buitensporig veel geld om iemand zijn geheim te ontfutselen. En dan kan liefde, nou dat kan soms zomaar voor die ander heel ver naar de achtergrond gaan. Voor mij is het ergens wel duidelijk dat het voor beide meer gaat om nemen dan om geven. Toen. Maar is het nou in onze tijd nou werkelijk zoveel anders? Als het gaat om liefde en relaties. Als je om je heen kijkt in je samenleving, misschien zelfs wel in je eigen vriendengroep, maar misschien ook wel gewoon daarbuiten. Het wordt misschien wel heel erg duidelijk, maar dan wijzen we vooral naar die anderen, al die BN'ers in ons land. Maar dat is soms wel heel makkelijk, want dan wijs je vooral dat zij daar dan nou ja, van alles mee doen en vinden. Dus hou het ook maar soms maar gewoon heel dichtbij. Want gaat dat werkelijk ook in ons leven veel anders? Veel mannen zijn niet geïnteresseerd in vrouwen die in de eerste instantie helemaal niet zo geweldig uitzien. Daar kunnen de meesten gewoon maar aan voorbij lopen. Maar als er een vrouw voorbij komt die er mooi uitziet, dan trekt dat de aandacht. En we leven ook gewoon in een cultuur waar dat schoonheidsideaal ons wordt opgelegd. Kijk maar gewoon om je heen. En evengoed zijn er ook gewoon heel veel vrouwen die niet geïnteresseerd zijn in mannen die geen geweldige carrière hebben. En het zit in ons om vooral mensen te zoeken of een ander te zoeken die nuttig kan zijn om mijn eigen zelfbeeld te versterken. Of dat die ander jou een leven kan aanbieden die jou aanspreekt. En dan moet je maar niet alleen kijken naar die BN'ers. Dan is het in, denk ik, in alle lagen van de bevolking. Maar het feit is wel, als we zo met elkaar omgaan. Ja, als het de begeerte is die leidend is. Wat is dan het gevolg? Nou, dat de relaties heel snel verdampen. En dan ben je op een gegeven moment snel op elkaar uitgekeken. Simpson, hij heeft het uiteindelijk in moeten zien. Het is voor hem letterlijk duister geworden in zijn leven. Delila, haar naam in het Hebreeuws is een afgeleide van wat betekent duisternis of donkere nacht. Simpsons naam betekent zonnekind. En je zou kunnen zeggen dat zonnekind, dat is door de duisternis in de val gelopen. En dan zit hij daar, gevangen, blind. En hoe zou hij daar zitten, dat meelmalend in die gevangenis? Wat zou Simpson, als hij daar rondloopt zonder ogen in zijn hoofd, in de duisternis, wat zou hij daar gedacht hebben? Het spel gespeeld? Maar ook met het besef in dat wat hij God heeft aangedaan. Verraden, zijn stem genegeerd. Maar hij ondervindt daar nu wel de gevolgen van. En zo kan het zijn, er kan soms zo'n moment zijn. Er kan soms zo'n moment zijn dat de Heere de zonde niet ongestraft laat.
En dat je dus moet lijden aan het leven. Dat is wat Simson ervaart. En is dan ook juist deze geschiedenis die we hier lezen, niet ook voor ons dan iets van een waarschuwing, als een stopteken? Dat wij niet met zonde moeten spelen. En dat wij verslavingen niet moeten tarten. En denk nou niet dat God voor heel veel dingen nou op een gegeven moment wel de hand zo houdt. Dat we mogen weten van dat hij aan het kruis gestorven is en mijn zonde wel vergeven zal, ook al struikel ik weer. Dat is natuurlijk wel zo. Maar er kan een moment komen dat Gods geduld eindig is. En dan moet je soms lijden aan het leven. Daar loopt hij, zijn ogen uitgestoken. En hij hoort hoe hij bespot wordt. Dat alles is de aanleiding ervoor dat Simson het dan op dat moment uitroept. Toen riep Simson tot de Heer. Opvallend is dat Simson in gebed gaat. Ja, inderdaad, eerder was het God die hem kracht gaf. De geest werd dan vaardig over hem en dan had hij werkelijk, we zouden zeggen, oerkrachten. Dan verscheurt hij een leeuw. Dan doodt hij 30 Filistijnen, dan wreekt hij zich met vossen. En dan pakt hij zo'n ezelskinnenbak en dan slaat hij 1000 Filistijnen dood. Toen. Maar nu bidt hij. Blind en verzwakt. Heere, Heere, denk toch aan mij. En maak mij deze keer nog sterk, o God. Opvallend dat Simson dat bidden, die woorden twee keer achter elkaar. Heere, Heere. Twee keer, dat staat in de Bijbel, dat er een heel sterke nadruk wordt opgelegd op dat wat wordt gezegd. Dus als er staat Heere, Heere, dan ligt er heel sterk de nadruk op dat roepen tot God. En hij noemt God dan ook Heere, de naam Adonai met kleine letters. Adonai, dat betekent hij is eigenaar en bezitting van alles en allen. En hij is de schepper van hemel en aarde. En daarna volgt dat woord Heere met allemaal hoofdletters. Ja, en dat is een betekenis die teruggaat in de tijd achter hem. Die geschiedenis met Mozes. Daar waar de Heere zich aan Mozes had bekendgemaakt. Bij die brandende braamstruik. Ik ben die ik ben. Waar God het tegen Mozes had gezegd. Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De God van uw vaderen. De God van Abraham. De God van Isaac. En de God van Jacob. Heeft mij naar u toegezonden. Dat is voor eeuwig mijn naam. Dat is mijn naam ter gedachtenis. Denkend aan. Van generatie op generatie. Die namen, Abraham, Isaac en Jacob, die duiden op Gods trouw. Door de generaties heen. Als daar de naam Yahweh klinkt, Heere, dan roept dat voor degene die dat uitspreekt, maar ook degene die het horen, een geschiedenis in herinnering van Gods bemoeienis met mensen. Mensen die zich vaak maar half door hem lieten aanspreken. Mensen die voortdurend faalden en tekortschoten, soms dubieuze wegen gingen. Maar toch, die mensen lieten zich telkens weer op dat spoor van Gods toekomst zetten. Want het was God zelf die hen telkens weer opzocht. En telkens weer hen aansprak. Het was God die de nakomelingen van de vaderen niet liet vallen. Nee. Die God die zelfs zijn naam had bekendgemaakt aan Mozes. De God die zegt van zichzelf, die barmhartig is en genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Die God die ongerechtigheid, dat wat niet recht is, overtredingen en zonden vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt, nee.
God ziet onrecht niet door de vingers. Maar tot die God roept Simson. Dus als Simson hier dat roept, als je hem daar ziet staan, hè, met zonder ogen, meelmalend daar tussen die mensen staat, Heere, Heere, dan is dat niet maar een roepen in het luchtledige. Iets als van, nou ja, in deze situatie, dan maakt het niet uit als je wat je roept, als je maar roept, nee. Deze namen die hebben ten diepste voor Simson zoveel betekenis. Het is hier voor Simson als een belijdenis die hij uitspreekt. Voor Simson een rotsvaste zekerheid. Hoe groot ook de puinhoop in zijn leven is. Heere, Heere. Wat is dat voor jou, voor jullie, een naam? Welke betekenis heeft dat? Die naam Heere. Als die naam Heere, als je die nou leest in deze geschiedenis, wat gebeurt er dan? Nou, wat betekent eigenlijk een naam voor ons? Kijk, als je op vakantie gaat, dan ontmoet je daar jongeren. Je trekt wat langer met hen op, soms een week of 10 dagen, soms wat langer. En op een gegeven moment is de vakantie voorbij en je stuurt hen dan nog wel eens een berichtje of zo. Maar ja, je ziet hen niet zo vaak meer of soms helemaal niet en dan verwatert dat zomaar. En dan soms heb je het nog wel over, misschien met je vrienden hier, als je dan andere vrienden hebt ontmoet en dat je dan zegt, hoe heet hij nou ook alweer? Ja, je eigen vrienden, daar trek je misschien wekelijks, zelfs dagelijks soms mee op. Die ken je dus bij naam. Maar vakantievrienden, die raken steeds verder buiten beeld. En dan vergeet je hen en je vergeet ook gewoon hun namen. Maar als je dat nou betrekt op de naam Heere, is dat nou ook voor jou iets van een roepnaam geworden, Heere? Want je kunt hem dus aanroepen, hè, Heere. Want God is niet een God ver af. Het is niet zo dat in je gedachten, misschien is het zo dat God ver weg is. Dat je hebt heel snel de neiging om dan naar buiten te kijken. Te denken van daar ergens boven, hoog in de hemel, mijlen ver bij ons vandaan. Nou ja, wellicht daar ergens zal hij zijn. Ja. Maar hij is niet ver weg. Iedere zondagmorgen als je de wet hoort lezen uit Exodus 20, dan hoor je het, dan zegt hij het. Voordat dan die 10 woorden komen als richtingwijzers voor je leven, voordat dat begint, dan zegt hij, ik ben de Heere, jouw God. Dan maakt hij zich bekend. En zo ook vanavond, door dat woord heen, laat hij zien wie hij is. Omdat wij hem bij zijn naam zouden noemen. Nou ja, je zegt, dat is natuurlijk wel zo. Ook voor mij is dat wel waar. En je ontkent dat ook niet. Alleen wanneer ga je dat dan verstaan? Wanneer ga je dat dan werkelijk begrijpen wat dan die naam Heere is? Dat als je die naam Heere hoort, dat er dan gelijk nou ja, iets hier in je gedachten gebeurt. Of hier ook in je hart iets gebeurt. Is dat alleen maar als het werkelijk zeg maar, met je goed gaat en dat je gewoon een dankbaar leven hebt en dat je hier gewoon nou ja, zit en denkt van ja, het gaat wel goed met mij? Of ga je die naam pas werkelijk begrijpen op een moment als er werkelijk nou ja, het leven je tegen je keert? Misschien een ziekte zich openbaart. Dus die relatie die je had op punt van breken staat of misschien wel uw huwelijk. Wanneer krijgt dat die naam betekenis? Kijk, Simson die wordt daar bespot en hij loopt daar met uitgestoken ogen. Stel je dat trouwens eens voor, hè? Dat er een vijand is die jouw ogen eruit steekt.
Wij worden dan direct naar het Erasmus ziekenhuis of naar een academisch ziekenhuis gebracht en dan wordt er van alles aan gedaan. Maar dat was er toen allemaal niet, hè? Wat een pijn moet het geweest zijn. Maar dan toch dus roepen, Heere, Heere. Nou, als je op dat moment met dat allemaal wat je meemaakt, als je dan roept, Heere, Heere, dan moet die naam wel betekenis hebben. Want anders dan roep je wel wat anders, of helemaal niets. Hoe is dat dan? Nou ja, als je, moet je even denken aan een baby. Misschien is dat wel zelf bij je thuis zo, of misschien ken je dat natuurlijk ook wel. Die leert natuurlijk eerst de woorden, papa en mama. Meestal mama, en dan daarna een keer papa. Want als moeders hoor je dat altijd vaker doorheen, hè, als eerste. In dat gemompel wat zo'n kleine hummel dan uitspreekt, op een gegeven moment hoor je dan dat woord mama. Maar goed, misschien komt het dat ik vader ben, maar ik moest altijd heel goed luisteren in het begin. Ik hoorde dat nooit zo. Maar toch, op een gegeven moment, als dat vaker gebeurt, dan hoor je dat ze die naam zegt, mama. Alleen, wat betekent nou dat woord voor zo'n kleine hummel, dat woord mama? Nou, ik denk heel weinig. He, je praat er tegen haar en moeders doen dat. Die zeggen dan heel de dag mama tegen hem. Die buigen zich voorover en zegt dat telkens per herhaling. En uiteindelijk roept dan die klank van die woorden en die stem, dat roept dan een herinnering op. En uiteindelijk gaat ze dan diezelfde klanken nazeggen. En dan zegt ze het mama. Maar meer is er toch niet. Want die kleine hubbel, die weet natuurlijk helemaal niet het karakter van moeder niet, maar ook niet van vader. En weet ook helemaal niet dat vader of moeder op een goed moment ook wel eens een keer boos kunnen worden. Maar alleen als ze ouder wordt, een jaar of twee of zo, of één, twee, dan gaat ze dat steeds meer ontdekken. Want als zo'n kleine hubbel dan ouder wordt, dan ontdekt ze dat voor haar, en misschien iets van een herdershond, opeens een heel groot beest is, wat opeens heel hard kan blaffen en daar kan ze van schrikken. Maar goed, ook wel meer dingen die er gebeuren. En dan kan het zomaar nacht worden en dan kan ze zomaar wakker schrikken. Omdat wat ze overdag heeft meegemaakt. En dan roept ze eruit, mama, mama. Als moeder dan bij ze komt, ze bang is, dan kruipt ze tegen moeder aan. En dan, als het goed is, wordt ze dan rustig. En dan krijgt die naam mama krijgt dan betekenis. Mama is dan niet alleen maar een herkenning van dat is mama, maar het is dan ook een moeder die zorgt, die veiligheid geeft en geborgenheid. Een moeder waar je rustig bij mag worden als je eng gedroomd hebt. Is dat ook niet zo met die naam Heere? Je kunt daar alles van weten. In de Hebreeuwse vertaling, in de Griekse vertaling, de hele dogmatische betekenis van Heere met grote letters en kleine letters. Boeken vol zijn ervan geschreven. Maar toch kun je dan niet weten met wie je werkelijk te maken hebt. Want die naam die krijgt dus pas betekenis als je hem vanuit je hart hem aanroept. Iets als dat die woorden van Psalm 9. Wie uw naam kennen zullen op u vertrouwen. Die naam roepen Heere, de ik zal zijn die ik zijn zal. Als je dat ervaren hebt in je leven, dat God erbij is, ja, dan krijgt het inhoud. Als antwoord op het noodsignaal uit misschien wel Psalm 50. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Dat het zo is dat die Heere door zijn geest bij ons aandringt. Zo van roep mijn naam want ik wil jouw vader zijn. Alleen dat roepen, zo die naam Heere roepen, dat ligt ons niet zo. Vanuit onszelf zeggen we heel snel, het lukt ons prima zelf om mijn leven vorm te geven. Ik wil eigenlijk niet als een klein kind zo roepen tot God. Die fase zijn we eigenlijk wel voorbij, als je jong volwassen bent of nog ouder. Dan kun je soms zomaar die stem dan negeren. En tegelijkertijd kun je het ook
nog anders, maar misschien wel heel vroom voor woorden. Zo van de naam Heere, ja, dat kun je niet zomaar aanroepen. Die naam Heere, dat is te heilig. Dat is te groot om hem vader te noemen. En nou ja, noem het maar. En toch is dat ook dan maar de vraag. Ligt ook daar niet vaak achter iets van een trots om het maar zelf voor elkaar te krijgen? God is te heilig, dus ik moet het dan toch maar ergens zelf zien uit te zoeken. Zit het ook hier niet dat we in geloof moeten worden als een kind? Om juist dan die naam Heere werkelijk uit te roepen. En tegelijkertijd moeten we elkaar ertoe aanroepen, ook vanmiddag. Doe het nou, die naam aanroepen. Voordat het dus donker wordt in je leven. Als de nacht komt. Doe het voordat het roepen te laat is. En je voor God staat in het oordeel. Roep hem aan, nu. Nu het nog kan. Nu hij zegt dat hij jouw vader wil zijn. Ja, dan komt dat moment dat de vijand zegt, roep Simson en laat ons vermaken. En dan loopt hij daar, dan laat hij dat dus allemaal bij zitten, nee. Nee, het is bij Simson ook niet dat hij met gebalde vuisten staat. Heere, moest dit nou zo met mij aflopen? Nee, hij zegt, Heere, Heere, denk toch aan mij. En Simson, zijn handen die tasten dan die pilaren en hij is zwak en kan niets uitrichten. Maar sterk is uiteindelijk dan het gebed dat komt uit een gelovig hart. Dan valt alles weg en Simson staat tegenover God. Zien doet hij niemand. Alsof Simson daar dan zegt die woorden, met u wil ik het wagen. Denk toch aan mij. Denk toch aan mij. Waar moet u aan denken? Ik moest denken als ik die woorden lees. Denk toch aan mij. Aan eeuwen later. Ook dan hangt er iemand voor de dood. Aan een kruis in de avond van zijn leven. En ook hij richt dan zijn hoofd op en hij roept dat uit, die woorden, denk toch aan mij. Het is die moordenaar. Als hij terugziet op zijn eigen leven, dan zal werkelijk niet zijn dat hij aanspraak op zou kunnen maken op die woorden, denk aan mij. En toch doet hij het. En hij roept het uit naar Jezus, denk toch aan mij. En Jezus zegt, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En zo is dat ook voor ons. Wij hebben geen recht bij God. En er is ook geen recht in ons dat hij ons een antwoord zou geven als wij tot hem roepen, Heere, Heere. En dat is geen cliché, maar dat is de waarheid. Er is niets in ons. Maar daarom moeten wij juist worden geloven als een kind. Dat het uitroepen, Heere, hemelse Vader, laat mij niet los. En dat is wat Simson doet als hij daar staat tussen die pilaren. Simson, hij kent zijn eigen zwakte. En hij is meerdere keren door zijn eigen hoogmoed en begeerte te val gekomen. En hij wist zich vaker dan ooit te wreken op zijn vijanden. Om rekeningen te vereffen, maar nu is hij verzwakt. Tot niets in staat. Enkel maar tot het volk te vermaken. En dan roept hij, denk toch aan mij. Met het besef dat God het volstrekste recht had om niet naar Simson te horen. Om hem nu te negeren. Om zijn handen eeuwig van Simson af te trekken. En toch strekt Simson zich uit naar God met dat wetend. Geef mij nog eenmaal kracht. Simson, hij weet het, ik ben afhankelijk van Gods genade. Hij dacht eerst dat God wel zou zegenen en kracht zou geven als dat nodig was. En hij dacht er wel mee te kunnen spelen. Maar nu? Ook wij moeten dat vasthouden. Dat wij kunnen maar iets doen, alleen maar met Gods genade. En door Gods genade. En om dat te weten moet je verlost worden.
meer moet je je verlosser kennen. En Samson was hier de verlosser die een begin zou maken met de verlossing van die Filistijnen. Maar tegelijkertijd zit hier ook een vooruitzien in een schaduw. Naar die ene verlosser, de Heer Jezus Christus. En dat is ook wel wat we mogen zien in deze geschiedenis. Dat die verlosser Samson heeft wel veel overeenkomsten met de verlosser Jezus die komen zou, de Messias. Want beide werden verraden door iemand die hen lief was. Samson door Delia en Jezus door Judas. Beide uitgeleverd aan heidense onderdrukkers. Beide zijn ze gemarteld en geboeid, in het openbaar uitgejouwd. En beide wordt gevraagd om hun kunsten te vertonen. Samson hier in de tempel en later Jezus verkleed als een koning. En tenslotte sterven ze beide met hun armen wijd uit. Beiden lijken totaal verslagen door de vijand. Samson die blind was en daar strompelend rondliep. Tot vermaak van de menigte, als een verliezer, dachten ze. En Jezus hing, zo leek het ook, machteloos daar aan een kruis. En daar stonden ze, hem te bespotten. Anderen heeft hij verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. En het redden van de wereld door de Heer Jezus Christus, dat lijkt aan het kruis gedoemd te mislukken. Alleen net als bij Samson juichen ze daaronder aan het kruis te vroeg. Heer Jezus heeft tijdens zijn leven voortdurend gesproken over dat koninkrijk dat komen zou. En hij heeft het geopenbaard, bekendgemaakt in wie hij was. Maar we mogen weten dat in zijn sterven heeft hij meer bereikt dan iemand kon vermoeden. Want aan het kruis vernietigt Jezus de macht van de Satan. En hij ontwapent hem. En de verleiding van de duivel en het kwaad, dat is afgebroken en dat wordt daar doorbroken. En Samson, ja, hij was afgewezen door vrouwen, geslagen, geketend en alleen sterft hij. Onder een lawine van vijanden. Maar tegelijkertijd zo overwon hij ook. De geschiedenis van Samson begint met een sterke man die in zichzelf zwak blijkt te zijn. Het eindigt met een hele zwakke man, zie hem daar maar staan. Maar tegelijkertijd die sterker is dan ooit geweest. En hij trekt hem met zijn doortrekken van die pilaren een groot deel van de macht van die tijd mee de dood in. En dat is ook het evangelie. Jezus werd zwak om uiteindelijk sterk te worden. Maar er is één groot en cruciaal verschil tussen beide duidelijk geworden. Want dat waar met het sterven en begraven worden van Samson er een einde gekomen is aan dat tijdperk Samson. Zien we bij Jezus sterven dat de hele wereld van schuld, duisternis en kwaad de afgrond wordt ingetrokken. Het heeft nog maar een betekenis voor een tijd om in eeuwigheid buitengesloten te worden. Hij die zwak werd om te redden zal voor eeuwig heersen. En hij toont daar waar hij lijkt voor de mensen zwak te zijn, kracht en macht. En dat mag zo zijn dat voor degenen die geloven, die toegeven dat ze onrechtvaardig zijn, dat zij rechtvaardigheid ontvangen in Christus. Alleen als je weet dat je enkel uit genade leeft, dan mag je weten dat je vrij bent. Vrij uit de greep van angst en van verveling en wanhoop. Dan mag je ontvangen je innerlijke kracht die God jou geven wil. En dan krijg je ook kracht om in dit leven, ja, die valkuilen uit Samsons leven die ook zo herkenbaar zijn, dat je die kunt vermijden. Die valkuilen van trots en van lust en van begeerte, van woede misschien ook wel, van wraakzucht, van zelfgenoegzaamheid, van hoogmoed. Maar je mag weten dat door Jezus sterven, dat die macht in jouw leven verbroken kan worden. En die kracht die mag je ontvangen. Het is de geest die in je hart en leven gaat werken. Maar die krijg je door die naam van Here aan te roepen.
En dat je dan mag gaan zingen in jouw hart. O naam, alle naam, aan u alle eer. Dat je dat mag weten, niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Maar ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn. Daarom roep die naam aan van Heer. En ken Jezus als je verlosser en je redder. En bid om de Geest dat Hij je dat dagelijks duidelijk maakt. Om je zo te beschermen tegen die machten en die krachten die om je heen zijn. En je die willen verleiden om je de duisternis in te trekken. Maar laat je leiden door de Geest die je wijst op Christus, die het licht is der wereld. En Hij wil je daar kracht voor geven. Amen.
met elkaar danken en ook voorbeden doen. En daarmee is nog voorbeden gevraagd voor broeder Frank Thierry. Er was deze week een acute ziekenhuisopname na ernstige gezondheidsproblemen en hij mocht toch ook wel weer thuiskomen. Maar dat was inderdaad wel schrikken. Ja, zo mogen we zien op God die ook daarin weer getrouw is. Zullen we samen bidden en danken. Ja, Heere God, dat we dat dagelijks zingen, die woorden. Heere, ontferm u over ons en open uw vaderarmen. Heere, wat hebben we dat nodig, dat u met uw erbarmen naar ons omziet. En wat hebben we dat nodig als we ook zo dadelijk hier uw huis weer verlaten. Als we weer erop uittrekken, daar waar we wonen, waar u ons een plek hebt gegeven. Maar ook als we er morgen weer op uittrekken om te studeren, om te werken. Of daar waar u ons een plek hebt gegeven om te verblijven, om bezig te zijn, om te zien. Wat hebben we dan nodig dat u erbij bent en dat u met ons mee optrekt. Heren, en daar geven we niet de wereld alleen de schuld van met veel verlangens en verleidingen die er zijn. Waar we als jongeren en ouderen aan bloot worden gesteld. Heren, maar wat is het ook ons eigen hart niet, Heren, wat overstroomt aan begeerten en verlangens. Als we denken vanuit onszelf. Heren, en wat hebben we dan nodig dat u erbij bent en dat u in ons leven stuurt en leidt. En dat u met uw geest telkens zo in ons hart bezig is en werkt, dat wij zien op u, Heer Jezus Christus. En dat is dan ook ons gebed, Heren, hou ons vast. Houdt u ons vast en trek ons met koorden van liefde. En laat ons niet alleen deze wereld ingaan, Heren, want we gaan eraan ten onder. Hoed ons om, zoals we ook van Simpson hebben gezien, dat hij wel dacht dat hij wel met die machten, met die zonden, met verslavingen, met begeerten kon spelen. Hij dacht er wel boven te staan en dat vol te houden. Maar hij is aan de verleiding onderdoor gegaan. Heer, en dan moeten we allemaal maar ons eigen leven kijken en dan erkennen we het. Dat iedereen in eigen bepaalde mate, ook die begeerte er zo zijn. Van macht en status en hoogmoed. En dat we daar zomaar aan onderdoor kunnen gaan. Daarom, Heer, ontfermt u zich over ons. Ja, Heer, en houdt u ons zo vast, zodat we niet verloren gaan. En wij niet in eeuwigheid in de duisternis hoeven te leven. In eeuwigheid, in eenzaamheid hoeven rond te dolen. Maar dat wij telkens vooruit zullen zien. En zullen zijn hier als vreemdelingen op deze aarde om ons uit te strekken naar ons thuis. Straks bij u. Heere, ga u ons zo voor en wees bij ons. Heere, zo bidden we voor elkaar, ook als gemeente. We bidden voor elkaar ook als het ons goed mag gaan en als het ons voor de wind gaat. Als we het goed mogen hebben, als we mogen leven vanuit dankbaarheid. De welvaart die ons land ook te bieden heeft. Dat ons deel is, Heere, daar danken wij u om en houdt u ons juist dan vast. Juist als het ons goed gaat, dan glijden we het soms zomaar onderuit. Maar we bidden ook voor hen die in stilte lijden. Die lijden aan het lichaam. Aan de pijn, aan de gebrokenheid. Soms bij het ouder worden en ons lichaam slijt en dat dan de pijn ook ervaren wordt, maar ook als we jong zijn. Kan er een chronische ziekte zijn, kunnen we andere lichamelijke klachten hebben die ons pijn doen, die ons aan het leven doen lijden. Heer, en daarom dragen we hen aan u op. Ook als er psychisch geleden wordt. Als het mentaal ook donker is in ons leven. En als er weinig licht is in ons bestaan.
als we ons voortdurend de duisternis voelen ingetrokken. Dan kan het leven ons zo zwaar zijn, als het voortdurend nacht is. Zo weinig licht is om ons heen. Wilt u dan, Heer Jezus Christus, als het licht der wereld bij hen zijn? Zo dichtbij, Heere, dat ze zich daaraan mogen optrekken. Wees met uw geest in hun hart en levens, dat ze zich gesterkt mogen weten, bemoedigd, om uit te zien naar eens het thuis zijn. Daar waar de gebrokenheid en de duisternis niet meer zal zijn. Waar het eeuwig licht zal zijn. En waar we een vernieuwd lichaam zullen ontvangen. Wat helemaal los is van al die gebrokenheid die we nu ervaren. Heere, we bidden voor hen. Sluit uw vaderarmen om hen heen. En als het leven hen te zwaar wordt, Heere, draag hen dan. Til hen door de tijd heen. Juist omdat wij, Heere, dat niet kunnen. Onze woorden zijn vaak verkeerd of te zwak of te kort. Heere, maar schenkt u hen dat wat zij nodig hebben. Zo bidden we voor al het werk wat er gedaan mag worden, ook in de gemeente. Ook voor de huiskringen die in deze week ook in de wijk weer worden gehouden. Dat ook daar uw stem weer mag klinken en dat we ook als gemeente daar ons aan op mogen trekken. Geef een bemoedigend moment samen, juist in deze periode van crisis. Heere, wilt u ook juist daar dan ook uw zegen laten zijn? Wees bij hen. Zo bidden we niet alleen voor onze gemeente, niet alleen voor ons land waar we leven. Maar we bidden ook voor hen die de wereld zijn ingetrokken. We denken in het bijzonder aan de familie Don, als zij ver bij ons vandaan aan de andere kant van de wereld in Australië zijn, daar hun werk mogen doen. We danken met hen dat het hen goed mag gaan, dat ook de kinderen daar op school mogen zitten en dat het hen wel gaat. Geeft u hen kracht en inzicht en ook het verstand om de taken te mogen doen en uit te voeren. We bidden zo ook voor Mirjam die bezig is met een visumaanvraag. Helpt u haar en dat het ook allemaal goed mag gaan in het proces wat verlopen moet. Danken voor de mooie tijd die ze nu gehad heeft hier in Nederland. Dank, Heere, dat ze u mag kennen en dat ze ervan mag getuigen van u als Heer Jezus Christus. En dat ze dat mag uiten, dat ze daar woorden aan mag geven, dat ze dat delen mag met de mensen om haar heen. Zo bidden we voor de familie Lindhout. Heere, wees bij hen. U weet hoe bij hen de leefomstandigheden zijn. Ze worden slechter. Vandaag ook de verkiezingsdag. Heere, veel onrust. Ook lastig hoe de regering daar het goede voor het land zoekt. En dat is ook altijd maar de vraag of dat de regering dat werkelijk doet. Dat ze niet veel meer bezig is met hun eigen welzijn. Machthebbers bezig met hun eigen status en hun eigen eer. Heere, maar dat er een regering mag komen die werkelijk het goede mag zoeken voor haar inwoners. Heere, wij bidden voor hen en dragen hen alle aan u op, ook hen die wij niet hebben genoemd. Heere, en zo komen we weer terug tot hier elkaar. En dan bidden we ook nog voor Frank Thierry. Heere, hij is afgelopen week opgenomen. Heere, mocht u thuiskomen, wil bij hem zijn. Heeft u dat hij verder mag herstellen als hij nu ook weer thuis is. Dat hij vernieuwde krachten mag ontvangen. Heere, zo leggen we alles terug in uw handen. En bidden voor elkaar. Dragen elkaar aan u op. We vragen, wilt u dat vergeven wat niet goed was in ons luisteren, in ons spreken. Wat daarin anders had gemoeten, Heere, reken het ons niet aan. Maar zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat alles wat mocht zijn, tot lof en eer van uw grote naam, dat het tot zegen zal zijn voor onszelf, maar ook allen die om ons heen staan. Heere, zo bidden en danken wij u om Jezus wil alleen. Amen.
Tot slot zingen we de woorden uit Psalm 124. Dat Israël nu zeggen: blijf van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands heer, toen vijands leger en aanval werd gevreesd, niet had gereed, wij waren lang vergaan. Maar we zingen ook die andere woorden uit vers 4. Wij ontkwamen haast des vogelsvangers net, de loze strik die tot ons bederf gezet was, tot onze val, die strik die brak los en wij zijn vrijgeraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. We zingen de woorden uit Psalm 124 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. We gaan de avond in en trekken daarmee ook weer de samenleving in. Maar we hoeven niet alleen te gaan. Want de Heere die zegent u en behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.